Net als Wassenaar zelf is het museum Voorlinde een oase van rust. In het oude landhuis Engelse stijl is het restaurant ondergebracht. Het museumgebouw zelf, omgeven door een park dat ontworpen is door tuinarchitect Piet Oudolf, is imposant in zijn eenvoud. Eén laag bovengronds, 7 meter hoog, met een ingenieuze dakconstructie voor indirect licht. Een museum voor de collectie van Van Kaldenborg. Van Kaldenborg heeft een goed oog voor kunst, dus ook voor architectuur. Licht en ruimte, maximaal profiterend van het buitenlicht. De enige zaal met gedempt licht is de zaal waar geen kunst hangt, maar wel heel veel boeken staan. Voorlinde heeft werk van hoge kwaliteit van kunstenaars, grosso modo, van de laatste 50 jaar. Broodhaas bijvoorbeeld, Jan Sluiters, Louise Bourgeois, Wei, Gormley, Magritte, Pijke Koch en vele andere bekende en minder bekende werken, geselecteerd uit de enorme privécollectie. In het depot bevinden zich een 10.000 objecten en met een groot budget wordt constant nieuw werk aangekocht. Vooral ook werk van kunstenaars met wie het museum een band heeft opgebouwd. Daaruit kan geput worden voor een dynamische opstelling. Om de zoveel maanden wordt uit eigen bezit een nieuwe tijdelijke tentoonstelling ingericht, in de rechtervleugel. De linkervleugel heeft een min of meer permanente opstelling.